Zullen we het zo doen? Maar eerst even Danny de Munk, hè? Ja, zullen we nog eventjes Danny de Munk gaan... Zullen we dan wel samen meezingen? Ja, 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 want daarvoor sta ik hier eigenlijk. Oh, hoeveel doneer je? Ik doneer 20 euro. Huppakee, dan zingen we wel mee, hoor. Moet ik hem in de bus doen? Lekker. Doe maar in de bus. En blijf dan ook bij de microfoon, want we willen je wel horen zingen natuurlijk. Juist. En Angelique doet ook mee. Ja, zeker. Met z'n allen. Krijg toch allemaal de kleren. Val voor mij, Bart, allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me rat en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nooit doe ik iets voor haar goed. Igor gaat lekker. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Schelden is alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is gaan varen. Ik mocht niet mee, ik ben te klein. Ik moet het in mijn eentje klaren. Tot hij ooit weer terug zal zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. En nu wordt hij hoog. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. God, wat een snack, Igor. Misschien als vader schipper is. Als hij weer terug is van de zee. Vanaf hier ken ik hem niet meer. Zegt hij nog eens, luister sis, waarom ga je niet met me mee? Zing thuis ook lekker mee, hè? Ik ben toch ook nog maar een kind. Ik kan er niet helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het geluk nog vind. Maar hoe, dat is een groot probleem. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Nog een keer. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo. Hey, ik denk dat het afgelopen is, maar het duurt nog 40 seconden. Je bent een held. Woe! Ik versta je eigenlijk niet. Dat je lekker bezig bent. Toch ook wel lekker, hè, Danny de Munk. Ook eigenlijk wel verdrietig. Dankzij in dit hele Igor. Thema. Ja, God. Wat heeft Igor lekker gezongen? Het leverde 20 euro op. Hij voelt zich zo verdomd. Zo, Angelique, het is echt overduidelijk tijd dat jij weer radio gaat maken. Zo, even in de bus gooien. Oh. Gooi jij het lekker in de bus? Manu Chao. En hartstikke bedankt. Aangevraagd door Ton Buijing. 25 euro.